Hallo allemaal. Mijn naam is Sivers. Ik ben samen met Noah en met Tom actief voor de Jeugdbridge Club. Wij proberen allemaal leuke filmpjes te maken. Vandaag neem ik jullie mee over een rondje met Stef, samen met Tom. Die speelt als SB-cursor. En ik hoop jullie een beetje leuk mee te kunnen nemen. We zijn lekker aan het spelen. En we gaan eens even kijken wat er van komt. We moeten even wachten tot de volgende ronde begint. We zijn nog even voor ons op zoek naar een goede tafel om heen te kunnen. Tom en ik hebben zojuist al een paar spellen gespeeld. Via een step. Dat kun je hier zien. Dat zijn 6 schoppen. Dat was een heel goed resultaat. Nou, wat gaan we nu bieden? We spelen het jeugdsysteem vandaag, Tom en ik. Dat is een best wel ingewikkeld systeem voor beginners, maar voor wat gevorderde bridgers is het een heel leuk systeem. Dus kijk, we hebben een 6-kaart schoppen met 14 punten, 4 ruiters. Dus ze hebben een hele mooie kaart. We gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen bieden. Wat we geboden gaan worden en wat wij kunnen gaan bieden. Nou. Mijn naam is de Suzy Hivers, ik ben 23. Ik bridge ook al 10 jaar. Ik speel ook veel in de week en ik probeer ook alle beginners binnen de Jeugdbridge Club te begeleiden en mee te nemen op de club. Ik ben altijd open samen met Noah en met Tom voor allemaal vragen van spelers. Dus als jullie ze hebben, dan horen wij ze graag. We moeten even kijken wat we nu gaan bieden. Dat gaat een klavermaat bieden, volgt een harte. Dat is voor ons eigenlijk een heel goed bod. De vraag is nu een beetje van, oké, wat moeten we nu bieden? Want als we 4 klaver bieden, dat zou een splinter beloven. Maar ook in principe 4 hartes. Maar ik vind dat onze harten zo goed zijn, onze kaarten zo goed zijn, dat we alsnog wel 4 klaver splinter mogen bieden. Azeer van harte. Tom heeft er waarschijnlijk 6 voor zijn 1 harte volg inmiddels. Dus wel heel veel goede hartes. Of hij heeft een hele mooie kaart. Nou, Tom heeft geen zin in een slam, dus hij zal waarschijnlijk niet zoveel punten hebben. We gaan het zien. Tom heeft waarschijnlijk iets van 8 tot 12 punten. Met waarschijnlijk wat klaverpunten. Dan kunnen we beter hierin zitten. Ik ben het wel eens, Tom zegt al, 4 klaver werd ik onterecht niet enthousiast van. Maar je kan ook soms gewoon niet elke slam bieden. Ik weet ook niet of 4 slam gehaald wordt. Tom moet namelijk wel heel veel dingen doen voordat hij slam haalt. Hij gaat al zeker een ruiter verliezen. En als het nu gaat getroefd bijvoorbeeld. Tom moet er naar ruiten na, dan moet naar de overkant. Kan er naar harten na gespeeld worden en dan maak je niet meer genoeg klavers waarschijnlijk. Verlies je nog een ruiten, verlies je nog een klaver en een ruiten. Dus een slam bijvoorbeeld al down. In principe zitten we heel goed in 4. Want als wij 6 slam willen halen, moeten we dus 12 slagen halen.
En dat gaat niet lukken op het moment dat het om. Het gaat alleen maar lukken als het om 3 klavers kan gaan vertroeven straks. Zolang dat niet lukt, of het om zeg maar niet 5 klavers laag kan halen, kunnen wij ook geen slam halen. Tom hoopt nu dat de schoppers goed zitten. Maar dat zitten ze niet. Ze zitten heel goed niet in slam. Nu hopen we maar dat dit gemaakt wordt. Want het kan nog, het hoeft nog helemaal niet gemaakt te zijn. Contract. Nou, hij gaat keurig netjes in totaal 11 slagen halen. Dus we zaten goed in 4 harten en niet in slam. Ik heb met zijn hand goed uitgelegd. Ik zei dat hij 10 tot 8 punten had met waarschijnlijk een hoop klaverpunten. En dat had hij ook. Nou. Ik ga met deze kaart 3 schoppen openen. We hebben geleerd dat we een zwakke 2 spelen van een 6 kaart. Maar in dit geval zijn we niet kwetsbaar tegen kwetsbaar. We zitten in de eerste hand. Dus we storen 2 tegenstanders die kwetsbaar zijn. En wij zijn niet kwetsbaar. Ze zijn niet zo bang om down te gaan. Zij kunnen heel veel punten verliezen als ze niet de goede manche kunnen bieden. Dan bieden we extra hoog. Dat we zeg maar niet de manche halen. We zijn niet zo bang dat we de manche gaan halen. Dus we bieden lekker hoog als we niet kwetsbaar zijn, tenzij wel kunnen we lekker hoog preempten. Gewoon zouden we 2 schoppen openen bij elke andere kwetsbaarheid, maar nu mogen we wel 3 schoppen openen. Ja, de tegenstanders zijn niet helemaal blij. Tom is ingelogd als cursusleider. Dat betekent dat zijn niveau niet zo hoog is. Vinden de tegenstanders niet altijd even leuk. Kijk. Nu heeft Zuid waarschijnlijk een probleem. Die heeft veel punten. Maar die weet niet meer zo heel goed wat hij nu moet gaan bieden. Want ja, ze hebben geen ruimte meer om het uit te zoeken. We hebben heel goed 3 schoppen geopend. Dat maakt het heel moeilijk voor de tegenstander. Als ze iets lager hadden geboden, had hij misschien veel meer ruimte gehad om het uit te zoeken. Wat het goede contract had moeten zijn. Nou, nu moeten we iets uitdoen. Weten dat Heinz waarschijnlijk niet zoveel hartes heeft. We willen niet echt onder schoppen hier vandaan starten. Ook niet graag onder uit de vrouw. Dus ik start toch harte 9. Ik hoop dat ik iets vind bij mijn partner. Nou, mijn partner speelt een kleine harte. Dat betekent dat hij positief is over die harte. Dus waarschijnlijk heeft mijn maat harte hier. Ja. Ik kan hem schoppen hier. Als hij achter schoppen A zit. Als we dan nog een ruitenslag halen. Dan komen we een heel eind.
even de schoppen aan signaleren. Kijk, kijk, kijk. Komt een keer van onze partner. Jammer. Die konden wij niet meer introeven. Maar toch. Nu gaan we kijken wat er gebeurt. Ja, een kleintje voor de boer. Maat, hij speelt gratis een ruiter. Nou, dat is waarschijnlijk een ruiterheer. Zou die ook schoppenvrouw kunnen? Een ruiterheer heeft. Maar als hij ruiterheer heeft, gaat het toch wel altijd down. Precies. Kijk. Er nu is niet genomen worden over de ruiten. Eentje down. Kijk, en nu konden ze niet het goede contract bereiken omdat wij lekker hoog geboden hadden. Daarom preempten we graag een beetje hoog. Als we niet tegen wel zijn. Nou, dan gaan we de volgende spelen. Nou, het was inderdaad wel close. We waren heel dichtbij de goede match, alsnog. Gewoon dat ze goed boden, maar ja, ze hadden een beetje pech. Het zat net niet helemaal goed. Voor ze. Nou, dan moeten we iets verzinnen. Nou, we hebben 9 punten met een normale verdeling. Dan doen we gewoon pas. Oké, we gaan even kijken. Nou, we hebben al een keer gepast. Dus we hebben maximaal 11 punten. We hebben wel een hele mooie verdeling. Nu we maar het graag willen vertellen om te kijken of we de match kunnen of we gewoon een hoge kleur kunnen spelen. Dus we doen let voor de hoge kleuren. Zeg nu tegen maat, nou, we hebben hartes en we hebben schoppes. Nou, dan gaan we 3 klavers spelen. Heribert heeft beloofd dat hij 15 tot 16 punten heeft. Wij starten een kleintje plaatje. Maar dan is het de eerste 5 in dit geval. Dus doen we derde man wat doet wat hij kan. De vrouw, ja, hebben we pech gehad.
Oeh, Dom heeft ook veel ruiters. Oh ja, absoluut Tom. Aantallen zijn zeker uit 2019. Ik wil alleen nog maar weten. Ik wil alleen maar aanzien leren en afzien leren. Nee, zeg maar, je kan op twee manieren zien leren. Aan en af. Of een kleur prefereren die je nou wil hebben. Ja, tegenwoordig zien leren we heel veel aan en af in kleuren. Deze kleur willen we hebben. Deze kleur willen we juist niet. Nou, deze kleur willen we niet zo graag. Die gaan we even afsignaleren. Hopelijk gaat Tom daaroverheen. Niet meer dat hij zijn ruiten kan spelen. Dat is jammer. We spelen de koning van Azië, spelen we de koning. Dat vertelt maat, we hebben ook de heer, de aas. Nou, we hoefden niet de laatste harten te spelen. Stel dat maat vrouw dubbel heeft. De harten, willen we die niet nu gespeeld hebben. Precies. Nou, ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie er nog iets leuks van mee hebben gekregen. En tot de volgende video.